Veronica's top 100 aller tijden. Veronica's top 100 aller tijden. Veronica's top 100 aller tijden. Top 100 aller tijden van 1971. Met op tijd. Met Ad Bouwman en Lex Harding. Mannen, hallo daar. Hey, mooie tijd, hè? Keurig. Ja. Ja. Ik zit hier dan toch maar gewoon met Lex Harding en met Ad Bouwman. En Ad is een beetje ontregeld, want Ad, jij dacht gewoon dat het de top 100 van 1971 zou zijn. Ja, daar staat zo'n hoop tinnef in. Ja. Dus ik ben heel erg blij nu. Ja, want je hebt je voorbereid op Borrequito enzovoort. Maar Klein vertelde net nog dat de top 100 van 1971 zou zijn. Ja. Zie je wel? Ja. Ja, heb ik me helemaal op voorbereid. Ik ook. Ja. Ik moet in principe gewoon eens leren een beetje communiceren. Want, maar we zijn nu extra blij, hoor. Is het dan niet? Oh, het is... Dat ga ik weer, hoor. Je gaat juist gelukkiger worden. Ja. Nee, want we hebben de top 100 aller tijden van 1971. De top 100 aller tijden is uiteraard de vader ook en de moeder. En de transgender van de top 2000. Het is de transgender, de vader en de moeder van de top 1000 aller tijden. En het leek ons leuk om, nou ja, als wij beginnen straks met de stemweek voor de top 1000 aller tijden, om eens even een rondje te doen. Top 100 aller tijden van 50 jaar geleden. Dus niet de eerste, want de eerste was in 1968. Ja. Hoe is die tot stand gekomen, Lex? Dat is een heel verhaal. Ja? Wil je dat nu of straks? Nee, voor de opening. We moeten de hele avond nog, man. Ja, dat weet ik wel. Tot straks wel. Oké. Ad, hoe is het begonnen eigenlijk, de top 100 aller tijden? Nou, heel kort. Lex kreeg heel veel lijstjes van scholieren, top 10 en toestanden. En toen zei hij tegen Willem Verkoot en Joost de Draaier van, daar wil ik eigenlijk iets mee doen, toch? Nee. Nee? Er was de Lex Harding Show. Ja. Ja. Dat was 's middags tussen 2 en 4. Leuk tijdstip. Goed tijdstip, ja. Zeker. Ja. En op woensdagmiddag, dan zijn de scholieren, althans wat toen zo... Je hebt de scholieren top 10. Hadden we de scholieren top 10. Ja. En toen was er een luisteraar die heeft van de top 10 over een bepaalde periode, ik weet niet over hoe lang, heeft hij een top 100 gemaakt. En die liet ik even verkopen zien. Toen zei hij van, dat is mooi zeg, dat is de top 100 aller tijden. Ja. En hij zei, die moet uit gaan zenden. Nou, dat hebben we gedaan. Ik dacht de eerste keer in 69. 68. 68. 68, okay. Ja. En weet jullie nog wat er nummer 1 stond in die lijst? Want dit was een scholierenlijst. En daarna was al de Childhood Time of zo. Ik weet iets van Beatles. Dat kwam later uit, hoor. Dus die was er nog niet. Stairway to Heaven. Die was er ook nog niet. Beatles. Ja. Gaan we historisch nog even uitzoeken. Maar nog een belangrijker gegeven. Dus dit was een beetje een optelsom dus van alle scholieren top 10's. Wanneer werd het een kaartenactie? Wanneer mochten luisteraars kaartjes insturen voor de top 100 alle tijden? Nou, gelijk dat jaar erop, denk ik. Meteen in 69 al. Ja. Oké. Okay. Nee, die was er volgens mij niet. Of 70 niet. 1 is er niet geweest. Nee? Nou ja, niet waarom. Nee, ben ik ook niet. Zoeken we allemaal uit. Maar historisch gezien, hallo allemaal trouwens, Radio Veronica. We hebben straks de top 1000 alle tijden. Maar voordat we daaraan beginnen, eerst even, ik zeg het toch altijd maar netjes, schatplichtig zijn, de top 100 alle tijden. En we hebben een mooie top 100 alle tijden van precies 50 jaar geleden. De top 100 alle tijden van 1971. De top 100 alle tijden van 1971. Jaar geleden, nummer 1 in de top 100 aller tijden, 1971. Hey Jude, Beatles, Lex probeert het nog één keer uit te leggen. We beginnen bovenin, dat hoort niet. Laten we het allemaal een bijzonder goede donderdagmiddag. Vandaag hemelvaartsdag en van 12 tot 6 uur kunt u gaan luisteren naar de top 100 aller tijden. Hier staat het. Ja. Ik zal eerst even vertellen hoe de top 100 aller tijden samengesteld worden. Nou, dat was dus ingewikkeld, maar ik zal het zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen. Kijk, we hebben de afgelopen maanden hebben we gevraagd aan de Veronica luisteraars om een lijstje te maken van de 10 platen die ze het beste vinden door de jaren heen. De allerbeste platen, gewoon de persoonlijke keuze. Nou, die top 100 aller tijden, de beste platen volgens de Veronica luisteraars door de jaren heen, die kunt u nu gaan beluisteren. Van de 12 tot 2, van de weekendprogramma van 2 tot 4, Giel Montagne. En de allerbeste in die top 100 aller tijden, die hoort u dan tussen 4 en 6 onder leiding van Rob Paas met nummer 1, zo'n 5 minuten voor 6. Op nummer 100! Ja. Hallo,
ongelofelijke goede gouden ouwe. Dat zijn de Shadows. Apache. Wat waren tijden? Ja. Welk jaar was dit? 71. Oh, dit was 71. Ja, dit was de top 100 altijd 71. Maar jij zegt, die volgorde, dat kan niet eigenlijk. Van 1 tot en met 100. Een hitparade begin je onderin, dan ga je toe naar het hoogtepunt. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, maar... geldt voor veel dingen. Ja, maar je werkt toe naar het hoogtepunt. Ja, ik snap dat. Alleen ik weet nog de vorige keren dat ik met jou de Lex Harding top 40 deed op Radio 2. Toen haalden we het gewoon niet. Nee. Nee, dus ik dacht, laten we gewoon beginnen bij nummer 1... en dan zien we wel hoe ver we komen. Omdat er te veel geluld wordt, dus we moeten in ieder geval praten. Ja, maar ja dat kan ook. Gezelliger. Dat kan ook. Maar als we nou gewoon beginnen bij de nummer 1... en we zien wel hoe ver we komen, Lex. Dat is even een nieuw concept voor vandaag. Is dat oké? Oké, bedankt. Oh, makkelijk, hè? Dat is ik leg met de manier. Oh, ja. Nummer 2, dat is wel een evergreen, hoor. Hè? Zeg dat wel. Ik ga je vertellen dat we hebben dus de top 100 aller tijden van 1971. En de popgeschiedenis was eigenlijk nog helemaal niet zo oud. Een jaartje of 20. En als je kijkt wat in deze top 100 aller tijden 1971 voorkomt... daar staan er toch nog een hele hoop van in de top 1000 aller tijden. En er zijn toch zo ongelooflijk veel klassiekers... die je nooit, never, niemals zal vergeten. Die tijdloos zijn, zoals deze, de nummer 2 toen. Procol Harum, Wider Shade of Pale. Zo, dat is het einde van de plaat. Goed. Was dit de verkeerde versie, Ad? Want, hij is gestereofoniseerd. Maar op zo'n danige lelijke manier dat hij in je achterhoofd zit... als je je koptelefoon op hebt. Ja, dus de verkeerde versie, zeg jij? Nee, het is wel de goede versie, maar ze hebben ermee gekloot. Oké, goed. Ik heb hier nog een verhaal bij. Ja. Ik zat in 1967, het jaar waar de mooiste en de beste hits gemaakt werden... Zat ik aan boord van de laissez-faire, Radio Dolfijn... En toen hoorden wij op Radio Caroline, die konden wij zien leren... Hoorden we Wider Shade of Pale. En daar was iedereen zo verschrikkelijk van onder de indruk op dat moment. En toen was het hallo, en er werd via de marifoon contact opgenomen met Radio Caroline. En die hebben toen een plaatje met een bootje naar ons schip toegebracht. Wat lief. En zo hadden wij hem ook. Ja. Jij zat al bij Veronica, of niet? Ja. Dus jij wilde hem ook hebben, of niet? Hij was de concurrentie. Ja, toen. Je hoorde dat volgens mij inderdaad eerst op Caroline en Radio Londen. Ja. En wij zaten zee. Er was geen sprake van dat een platenmaatschappij dat plaatje los kon komen brengen. Ja. Je kon niet even bellen van kom nu die plaat brengen. Het werd gewoon van schip 1 naar schip 2. Downloaden kon ook niet. En onze Joost de Draaier, dus, die was er nogal fel op. Dus als hij zo'n plaat ook hoorde op Caroline of Londen... die ging ook meteen aan de telefoon hangen met contact in Engeland. En we moeten dat, al is maar een bandje, we moeten hem ook hebben. Ja. Goed, maar Radio Dolfijn was, Radio 227 was het eerste station in Nederland dat deze plaat draaide. Wider Shade of Pale, Procol Harum. Ja. Van Akten. Die heb je toen laten liggen, Ad. Eerlijk is eerlijk, want je zat er bij Veronica, maar je hebt het toen laten liggen. Eerlijk. We konden er niet aankomen, zeg maar hoe dan? Ja, Lex, die was eerder gewoon. Ja. Dit was de nummer 3 in de top 100 alle tijden van 71, The Animals. Het heet eigenlijk Rounders Luck. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Zo oud is dat liedje al. Hij komt straks nog een keer, hè? Een andere uitvoering. Ja. En dan was hij overigens een zeer ondergewaardeerde band. Ja. Zulke goede plaats. Zeker, Tjoh. Eric Burden. Er staat er maar eentje in hier. Jammer. Wat een zanger, oké. House of the Rising Sun, Animals. Eric Burden is een beetje gek, hè? Ja? Ja, die zou niet zo gek lang geleden, 1 of 2 jaar geleden... zou die in Nederland optreden. Mm-hmm. Dat is niet doorgegaan. Want? Nou, hij was iets financieels, hij werd niet betaald of iets dergelijks. Die is weer naar huis gegaan. Ja. Je zou denken dat hij inmiddels toch ook wel een beetje... het schaapjes op het oog heeft. Ja. Ja. Voor de mensen die denken, waar zijn we op ingeschakeld? De top 100 alle tijden, 1971. Want de stembus is geopend voor de top 1000 alle tijden. En het is een grote eer dat twee van de uitvinders... ik zeg het er toch maar even bij, hier vanavond bij aanwezig zijn. Ad Bouwman en Lex Harding. Er komt wat post binnen. Ik neem even wat post binnen door. Wat een gave platen, zegt Tineke Renkema. Marino Koolstedt zegt in 1985 en 86 was er blijkbaar geen top 100 alle tijden... maar wel 2 keer in 1984 in het voorjaar en in december... Er zijn mensen die alles weten. Dan zegt Jan-Pieter de Boer, die zegt... duik even in een plakboek wat ik hier allemaal aantref... bij een kringloopwinkel. Heerlijk, deze uitzending. Herman Kremer die zegt... heren, goedenavond, ik ben in 73 geboren. Heb deze top 100 niet meegemaakt, maar wat een topmuziek allemaal. Marcel Touring zegt, was dit maar iedere week zo? Ik hoop jullie ook nog wat met Countdown gaan doen. Countdown. Marino Koolstedt zegt, oud en jong aan het twisten. Nu ja, jong. Mark zegt, prachtig, Procol Harum. Dit nummer mocht John Lennon graag horen in zijn Rolls Royce... op een waarschijnlijk...
waarschijnlijk een vette stereo. Jeroen die zegt, bij dit nummer moet ik gelijk aan Peter R. de Vries denken. Jullie ook, dat gaat nog over Why the Shadow Pale, zeker. En Renzo Keurhorst die zegt, hallo beste muziekliefhebbers daar. Als er één een groot compliment verdient voor zijn verdiensten en ongekende inzet voor de Nederlandse radio, is het meneer Harding. Heel veel succes, heren. Nou, dankjewel. Ja, nou. Jawel. Laten we het weten. Door maar weer. Door maar weer, ja. Ja, want als we veel muziek willen halen, dan en dat proberen we. Want we hadden net al geconstateerd met z'n allen dat er weinig slechte muziek in staat. Sterker nog, eigenlijk helemaal niks. Op nummer 4, weer een klassieker die voor eeuwig meegaat. Led Zeppelin en Whole Lotta Love, 1969. Maar Ad, is dit nou, we hebben duizenden versies. Is de ABTT-versie ook de singleversie, de Ad Bouwman top 10? Nee, dat is gewoon een Amerikaanse knip. Oh ja? Ja, ja, die kwam. Sietse Gardenier heeft het eerst geëdit. Ja. En, Sietse was technicus bij Veronica? Technicus bij Veronica ook, ja. We waren Sietse editor, Jules heeft Stones gedaan. Ik deed veel dingetjes. Vonden we leuk natuurlijk, was meer draaibaar. Ja. En toen, want de Amerikaanse single, ik weet niet meer wat het was, dat duurde te lang of zo. Dus dan de Polydor bracht wel die knip van Sietse uit. Maar 2 weken daarna dan kwam ook de Amerikaanse. En dat verschil was niet zo heel groot. Er zaten gewoon 4 hi-hat tikjes in. Ja, en dat was de enige. Kijk, in die albumversie van de Led Zeppelin, Whole Lotta Love, had je natuurlijk dat open raam. Nee, dat moet er meteen uit. Dat weg ermee. Ja. Er is dus eentje voor de radio is dat niet leuk. Ja, er is dus één versie waar het hele open raam verdwenen is. Maar er is hier een Ad Bouwman top 10 edit versie. Zeg je dat is hem of wil je gewoon toch de versie die nog korter is waar het hele open raam verdwenen is? Dit is mijn versie niet waar dat gejengel in zit hoor. Nee, nou oké. Top 100 alle tijden, de beste hitlijst alle tijden. Top 100 alle tijden, de beste hitlijst alle tijden. Top